Zo gaaf, dat is tof om te horen, want de eerste dienst was in ieder geval supergoed. Nu hebben we twee andere sprekers, dus het is weer helemaal nieuw voor iedereen. En dat is heel gaaf. En de eerste, voordat we ze naar voren vragen, de eerste dacht ik van, het is goed om even te beginnen met het gebed. Want anders gaan ze allebei een minuut bidden en dat is toch zonde van die 7 minuten. Dus laten we beginnen met het gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor wie je bent, Heer. Dank u wel dat we in uw huis mogen zijn, Heer. Heer, dank u wel, Vader, dat we met elkaar familie mogen zijn. Dank u wel met elkaar uw naam groot mogen maken. Dank u wel dat we met elkaar vanuit uw woord mogen leren. En Heer, we bidden zo meteen voor de twee die gaan spreken, Heer. Ik bid dat u ze zult gebruiken, Vader. Heer, als vessels, Vader, als vaten waar u doorheen zult gaan werken, Heer. Heer, dat ze uw woorden mogen doorgeven. Heer, dat ze uw liefde mogen doorgeven. Dat we van ze mogen leren, Vader. En dat als we vandaag naar huis gaan, Heer, Heer, dat we inderdaad, ja, een beetje pijn zijn gedaan, dat we weten van, hé, dat ging over mij, daar wil ik mee aan de slag, dat is iets waar ik van kan leren, dat is iets wat u in mijn leven wil gaan doen. Heer, werk er doorheen en we bidden dat als we vandaag naar huis mogen gaan, dat we dichter naar u willen groeien, dat we hongeriger worden naar uw woord, dat we meer op u zijn gaan lijken. Heer, ik bid, Vader, dat u door deze dienst zult gaan leiden, Heer. En dit is niet onze dienst, Vader, dit is uw dienst. En ik bid dat u doet wat u doet. En dat is leven geven, hoop geven. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Tof. Hey, de allereerste spreker die ik ga aankondigen is een hele toffe jonge gozer. Hij zit al heel lang in de kerk, al ja, volgens mij zo lang hij zich kan herinneren. Super lang. En inmiddels is hij ook bij de tieners hier in de kerk, bij Jonge Vrije, is hij ook tienerleider. En hij leidt de Connect. Dus het is echt iemand die is opgegroeid hier in de kerk. En nu gewoon vandaag iets mag delen vanuit Gods woord. Dus dat is toch tof, dat iemand opgroeit. En weet je wel, als kind zijnde hier een beetje rondhuppelt en zijn ding doet. En dan ineens gewoon nu iets kan delen vanuit Gods woord. Dat is super tof. Dus zijn jullie enthousiast? Ja. Mooi, dan ga ik nu vertellen wie dat is. Het is Matt. Matt, kom erbij. Applausje voor Matt. Yo Matt, goed je te zien jongen. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, heel goed. Veel. Ja. Goed zo, zeker. Je hebt een zware stem gekregen. Ja, dat is snel gegaan hè. Ja, dat ging hard. Ja. Hey, Matt, vraag je aan jou eerst, voordat je zo met 7 minuten gaat beginnen. Wie is Jezus voor jou? Zo, gelijk een grote vraag ook. Jezus, Jezus is voor mij iemand die op de wereld is gekomen en gelijk gewoon het goede voorbeeld gaf aan eigenlijk de perfecte mens hoe God ons ziet. En dat is eigenlijk, en hij probeerde ook mensen te helpen en te laten zien hoe hij werkt eigenlijk in het leven. En ja, gewoon eigenlijk een heel groot voorbeeld voor mij. Zo zie ik eigenlijk Jezus. Heel mooi, Matt. Nog een tweede vraag. Wat betekent de CLC-familie, City Life Church, voor jou? City Life Church betekent heel veel voor mij. Want ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Mijn moeder nam me altijd mee. En uiteindelijk ben ik... Toch, man. Ja, mooi, man. Nee, maar uiteindelijk ben ik heel vaak hierheen geweest, gewoon elke week. En er zijn een paar momenten geweest dat ik er minder zin in had. Maar op een gegeven moment, toen ben ik op kamp, op Younger Free, ben ik heel erg geraakt. En ja, toen op een gegeven moment ben ik elke week gekomen en heb ik ook goede vrienden eraan overgehouden. Hey. Dus CLC is echt een heel groot deel van mijn leven. Super mooi om te horen, Matt. Nou, laten we Matt even alvast bemoedigen met applaus. Zet hem op, Matt. Oké. Ja, ik zie al 6 minuten. Oké, dat is wel minder dan 7. Maar oké, ik ga het vandaag hebben over het talent en de gaven die God jou heeft gegeven. Iedereen hier in de kerk heeft een talent of gave van God gekregen. En ook iedereen die meekijkt natuurlijk. Al is het misschien de band die heel goed kan spelen. Al is het misschien de productie die heel erg goed bezig is bijvoorbeeld. Of misschien Ruben die heel erg goed kan spreken. Iedereen heeft een gave en talent gekregen van God. En hij geeft jou die gave en talent niet voor niks. Die gave geeft hij aan jou omdat jij daarmee anderen kan veranderen. Je kan daarmee anderen tot God brengen. Je kan daarmee jezelf tot God brengen. Dat is de reden waarom hij jou die gave heeft gegeven. En die gave moet je ook ontwikkelen. En daar ga ik wat meer over vertellen. Exodus 4 vers 1. Even kijken hoor. Ja, Mozes zei evenwel, zij zullen mij niet geloven. Zij zullen het niet doen en zeker niet als ik het zeg. Dit is het verhaal waar Mozes tegen de mensen moest gaan spreken. Maar hij durfde dat niet. Hij moest tegen de mensen vertellen dat God bestond. Maar hij stotterde. Nou ja, dat begrijp ik. Dan durf je dat niet echt te vertellen. Het is best wel moeilijk om dan gewoon goed over te komen. Maar God zei tegen hem, kijk wat je in je handen hebt. En hij had de staf in zijn handen. En hij gooide die op de grond. En het veranderde in een slang. En God zei, raap hem weer op bij zijn staart. En hij raapte het weer op.
En het werd weer een staf. En hij zei, daarmee kan jij die mensen overtuigen dat ik besta. En dat werkt ook zo bij ons. Weet je, ik weet niet, misschien ga je ergens doorheen op dit moment. Misschien ook niet. Maar op elke situatie van je leven heb je altijd precies wat je nodig hebt in je leven. God geeft je precies op elke situatie wat je nodig hebt in je leven. Maar er is een vijand. Er is een vijand die wil dat van jou afpakken. Dat is de duivel. En bijvoorbeeld je gaven. Het is wel mooi om te weten. De vijand kan jouw gaven niet afpakken. Dus het talent dat jij hebt gekregen van God, kan hij niet van jou afpakken. Maar wat hij wel kan doen, is jou laten denken dat die gave zo weinig waard is, dat je daar helemaal niks mee kan doen. En dat zie je ook bij Mozes. Mozes die wist niet, hij was aan het stotteren en hij durfde het niet te zeggen. Terwijl hij had hetgene wat hij nodig had al in zijn handen. En ik ga even naar de eerste afbeelding. Ja, gekke afbeelding. Nou ja, misschien zit je in je leven en je denkt zo van, ik wil uit deze situatie. Het is geen fijne situatie, ik wil er gewoon zo snel mogelijk uit. En dan geeft God je dit. En dan denk ik zo van, waarom helpt God mij niet zo goed? Wat is dit, weet je wel? En sommige mensen die raken dan zo in paniek en die denken dan van, God bestaat misschien helemaal niet. Terwijl als je je gaven, wat God jou heeft gegeven, goed ontwikkelt, dan uiteindelijk, gaan we naar de volgende afbeelding, kan je er dit uithalen. Precies. Weet je, God, als je je gaven goed ontwikkelt, hetgene wat God jou heeft gegeven goed ontwikkelt, kan je uiteindelijk iets er moois uithalen. En dat werkt ook hier zo. Bijvoorbeeld ook David en Goliath. We kennen allemaal het verhaal, David die Goliath verslaat. Het was niet zomaar David verslaat Goliath. Hij ging een hele reis van tevoren tegemoet. Eerst was hij op een farm. Hij was heel hard aan het werk. Maar hij had precies wat hij nodig had. Hij had een instrument wat hij heel goed kon bespelen. En uiteindelijk was er een koning, Saulus. En die zocht geen persoon die echt goed met God was. Die zocht geen persoon die goed kon bidden. Nee, die zocht een persoon die goed kon spelen. Dat was allemaal omdat David zijn talent gebruikte. En uiteindelijk kwam hij in het koningschap. Hij kwam daar binnen en hij maakte daar ook heel veel mee. En uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij toen tegen de reus moest gaan vechten. Hij moest tegen de reus vechten. En Saulus die kwam naar hem toe en die zei, hier heb je een armor voor mij. Met deze armor heb je misschien nog een beetje kans om die reus te verslaan. Want hij had totaal geen vertrouwen in hem. En zo werkt dat ook bij ons, weet je. Soms heb je mensen om je heen die jou dingen willen geven, die jou zelfs verder voor God kunnen brengen. Weet je, soms heb je mensen om jou heen die niet vertrouwen op jou. Die denken van, leuk dat je dat wil doen. Weet je, hier, ik help je even. Maar uiteindelijk hebben ze daar geen goede bedoeling mee, want ze weten gewoon dat het je niet gaat lukken. Maar het enige wat David deed, was vertrouwen op God. Hij vertrouwde op God en hij zei, ik heb dat niet nodig. God geeft mij precies wat ik nodig heb. En wat geeft hij dan? Touw en wat stenen. Weet je, sommige mensen zouden denken, wat heb ik hier aan, weet je wel, ik moet de hele reus verslaan. Die is misschien wel groter dan deze kerk, ik weet niet hoe groot die reus was. Maar uiteindelijk, hij vertrouwde er gewoon op en hij pakte dat touw, hij pakte die stenen. Hij ging slingeren en uiteindelijk versloeg hij de reus. En weet je, gewoon als je alleen al vertrouwt op God, kan je al zien dat je al een hele reus in je leven kan verslaan. En dat is zo mooi hieraan. Ook 2 Timotheus 1 vers 14. Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont ons heeft gegeven. Weet je, waak over het talent en de gaven die God jou heeft gegeven. Want dat is al zo'n belangrijk deel die hij al geeft in jouw leven. En het mooie ook van David was, met zijn talent kwam hij zo ver dat hij koning werd en via dat al kon vertellen over God. Hij kon via zijn koningschap kon hij al vertellen over God en precies wat God eigenlijk al in hem zag. Terwijl hij begon bij alleen maar een farm, waar hij gewoon hard aan het werk was. Maar hij had precies wat hij nodig had. En dat hebben wij ook allemaal. We hebben precies op dit moment wat we nodig hebben. Werk eraan. En uiteindelijk kom je uit die situatie. Dat was mijn preek. Mooi. Heel goed, Matt. Goed gedaan, man. Was tof. Thanks. Moet ik eruit of? Ja, dankjewel, man. Laten we Matt nog één keer bedanken. Dankjewel, Matt. Was tof.
Hey, en de volgende is een dame waar ik ook heel trots op ben. En zij zit inderdaad ook in het jonge Free-team. Dat betekent dus dat ze hier meebouwt aan de tieners, de volgende generatie. En dat doet ze heel goed, met heel veel liefde. Ze heeft heel veel meiden die heel veel van haar houden. En dat snap ik ook wel, want ze is super lief. Ze is altijd bemoedigend. En ze is iemand die echt goed kan luisteren naar hun. En dat is iemand waar ik ook waar ik van ook echt denk van yes, ik ben benieuwd wat zij vandaag gaat delen. En dat is Shivani, kom erbij. Kom maar bij, Shivani. Hola, hola, hola. Hola. Hey, goed Hallo. Dat je er bent. Veel mensen. Hey Shiv. Ik ben ook heel erg benieuwd bij jou. Wie is Jezus voor jou? Ja, wie is Jezus voor mij? Hij is heel veel voor mij eigenlijk. Hij is mijn steun en mijn toeverlaat. Hij is degene waar ik op bouw. En waar ik altijd naartoe kan komen. Waar ik niet voor hoef te schamen voor mijn dingen wat ik heb gedaan in mijn verleden. Ik kan gewoon altijd naar hem toe komen. Dus hij is gewoon mijn purpose in mijn leven. Eigenlijk. Klinkt goed, heel goed. Ja. Heel mooi. En tweede vraag. Wat betekenen wij als CLC-familie voor jou? Oeh, ik maak hem nog wat persoonlijker van. Wat betekenen wij voor jou? Vertel. Wil je dat ik eerlijk ben? Of, nee, ja. Alles. Nee. CLC betekent echt heel veel voor mij. Ik ben heel lang al hier in de kerk. En ik heb hier mijn beste vrienden ontmoet. En ik heb mijn uitdagingen kunnen uitvoeren. Dat is dit. Ik heb talenten kunnen ontwikkelen, dansen, you know it. En ik ben gewoon veel dichter bij God gekomen. En dat heb ik hier supermooi. Allemaal gebouwd. Supermooi. En Shiv, ik zie hier twee viertjes vol. Je weet dat je maar 7 minuten hebt, hè? Ja. Goed zo. Nou, zullen we Shivani... vorige keer was het 10 minuten. Wat doe je steeds met ons? Nou, laten we Shivani bemoedigen. Zet hem op, Shiv. Oké, ik hoop dat ik het in 7 minuten kan doen, maar... Zoals jullie net hebben gehoord, mijn naam is Shivani Kalu, ik ben 21 jaar. En vandaag is mijn titel Tunnelvisie. Gaat het niet over wie is de mol hebben, dus rustig aan. Nee, maar Tunnelvisie. Ik denk dat iedereen wel eens in een situatie is beland waarin je bent gericht op je doel. En niet echt om je heen kijkt van wat voor andere mogelijkheden er zijn. Of wat God eigenlijk voor jou heeft. En ik heb daarin ook een situatie waarin ik dat ook heel erg herken. En dat was mijn studiekeuze. Eigenlijk dacht ik van kleins af aan al dat ik laborante wou worden. Nou, als ik nu terugkijk, denk ik van wat denk ik. Maar goed, dus ik ging daar naartoe werken. Ik had een plan voor mezelf gemaakt. Ik dacht van vooropleiding, oké, gehaald, doksassistenten. En toen uiteindelijk laborante dacht ik van yes, oké, eindelijk kan ik beginnen wat ik wil worden. Nou ja, je verwacht het al bijna. Het is niet echt gegaan zoals ik had gepland. Ik was gestart met de opleiding en het bleek helemaal niet voor mij te zijn. En het past helemaal niet bij mijn karakter. En ik zag me het zelf gewoon helemaal niet doen. Uiteindelijk heb ik dus gekozen om daarmee te stoppen. En toen dacht ik echt van, shoot. Ik dacht heel mijn leven dat ik dit wou doen. Wat moet ik nu doen? Ik heb helemaal niet gericht op de andere dingen. Er zijn zoveel andere dingen. En nu moet ik prompt gaan kiezen van wat ik nu met mijn leven wil gaan doen. Dus ik was echt zo van, toen ben ik maar gaan werken. En ik dacht van, toen pas dacht ik eigenlijk van, wat wil God eigenlijk van mij? Hoe ziet God mij in de toekomst? En wat voor werk wil hij eigenlijk met mij doen in ook gewoon buiten de kerk leven. Dus toen pas ben ik gaan nadenken van ja, hoe zit God mij daarin? En daarbij wil ik sluiten bij mijn eerste punt. En dat is jouw doel ook Gods doel voor jou? Dat is diep. Soms kan je vastzitten in je eigen tunnelvisie. Ben je zo gericht op je doelen wat je voor jezelf hebt gemaakt. Maar wat wil God eigenlijk voor jou? Heb je daar wel eens naar gekeken? En dat zijn de vragen die ik ook ging stellen van... Heb je je doelen besproken met God? Als je een nieuwe baan krijgt of een nieuwe keuze in je leven, ga je prompt voor je eigen keuzes of kijk eerst naar wat God voor jou wil? Of denk je daar wat langer over na? En dat zijn de dingen waar je goed over moet nadenken. En wat ik dus toen ook heb gedaan. Want weet je, God weet gewoon wat jouw passie is, waar jouw talenten in zijn en wat gewoon het beste bij jou past. En God heeft talenten jou gegeven, iedereen verschillend, dus ja. Wat Matt ook al een beetje net zei. Iedereen heeft gewoon een purpose in zijn leven. Dus ik denk dat dat mooi is om daar uit te zoeken wat jouw purpose is in het leven. En niet om je eigen doelen steeds achteraan te jagen. Ik heb daar ook een mooie tekst bij. En dat staat in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, dus God heeft eigenlijk al heel je leven heeft jou voorbereid op dat jij die doelen kan bewandelen. Zodat jij die pad kan bewandelen.
Met nadruk op zodat en kan. Want dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Net zoals dat bij mij ging. Ja. Dus het ligt uiteindelijk toch in jouw hand. In jouw handen, zeg maar. Maak jij de keuzes wat God voor je wil? Of maak je de keuzes wat jij denkt wat goed voor jou is? En het ligt dus in jouw handen. En bijvoorbeeld als je een grote baan hebt waarbij je veel verdient, moet je even kijken van, is het omdat ik veel geld verdien of is het echt mijn passie? Of past het wel goed bij mij? Misschien heeft God wel iets veel beters voor jou. Misschien in de kleinere setting met wat minder salaris, maar wat wel jou blijer kan maken. Of misschien juist andersom, dat je jezelf in een kleiner situatie ziet en dat je denkt van, ja, dit is safe. Ik weet wel hoe het gaat, er zijn niet echt uitdagingen, maar ik zit hier wel goed. Maar misschien heeft God wel iets veel groters voor jou en wil hij veel meer bereiken met jou, maar dan weet je dat nog niet. En dat is jammer als je dat laat achterlaten en dat je daar pas later achter komt. En daarbij kom ik bij mijn tweede punt. Soms moet je zelf de bewegingen maken om te kunnen bewegen. Ik dacht eerst gelijk aan dansen van, hey, soms moet je zelf bewegingen kunnen maken om te kunnen bewegen. Maar nee, dit gaat wat dieper dan dat. Ja, want Gods goal voor jouw leven is op aarde om niet dat je comfortabel bent of dat je het safe speelt. Maar hij wil juist dat je je karakter ontwikkelt en dat je doet wat God voor jou wilt. En dat je meer op hem gaat lijken. Dus ja, dus hij wil dat je uitdagingen voor jezelf maakt en niet dingen voor je doet. Voor jezelf. En ja, tuurlijk gaan er soms wat uitwijkingen zijn van je pad. En dat maakt ook helemaal niet uit, want dat gebeurt gewoon in het leven. Maar als je maar weer weet hoe je terug moet komen op het pad wat God voor jou heeft. En dat je gewoon die keuze maakt om weer terug te komen. En dat je je niet schaamt, want God blijft daar wachten op jou. Totdat jij weer de keuze maakt, totdat je weer terugkomt bij hem. Dus ja, soms kan je denken van ja, ik heb echt iets ernstig gedaan. Ik ben echt een uitwijking graag gegaan dat ik denk van, ja, hoe kan ik terugkomen bij God? Maar doe je gewoon even even een grote rondje. Maakt niet uit hoe groot die is. Dan ga je gewoon weer terug op de pad van God. Misschien hou je wat boetes onderweg. Maar dat maakt niet uit. Als je maar weer terugkomt op die pad. En dat is wat God voor jou wil. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus ja, kom maar. Goed gedaan, Sjoerd. Heel tof. Dankjewel. Supermooi wat je met ons hebt gedeeld. En ook gaaf dat je het uit persoonlijke ervaring kan zeggen. Ja. Van, oh ja, als je nog wil weten trouwens wat er is afgelopen met mijn opleiding, sorry. Maar ja. Uiteindelijk heb ik dus wel achtergekomen. Sorry. uiteindelijk ben ik nog achtergekomen dat ik een opleiding heb gekozen waar ik mezelf nog nooit in zou kunnen zien. Verpleegkundige, ik dacht echt dat het alleen maar billenwassen was. En dat het alleen maar ouder was, maar het is veel breder dan dat ik zelf ooit gezien had. Dus ja, God heeft echt grote dingen daarin gedaan, ook wonderen, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, ja, focus op gewoon wat God voor je wil en dan komt het uiteindelijk wel goed. Thanks, Rim. Heel mooi. Nu ben ik echt klaar. Nu is het echt afgemaakt, heel erg bedankt, Sjefani, ga lekker zitten. Ja, geen probleem. Heel tof en goed om te horen hoe ze... Dat is inderdaad, nou ja, daardoor bracht ik op het idee om het toch nog even af te vertellen. Maar dat is zo gaaf om te horen dat ze ook zegt, weet je wel, van ik had een eigen visie. Ik dacht van dat is waar God me wil hebben en dat is waar God me wil neerzetten. En dat ze er eigenlijk achter kwam, maar wacht eens even. Volgens mij, het werkt niet, het loopt niet lekker. Het lijkt wel alsof deuren alleen maar gesloten worden. En God ging op zijn plan, op zijn tijd, deuren openen. Hij ging deuren sluiten en hij ging deuren openen. En soms in het leven kunnen de plannen anders uitpakken dan dat we zelf denken. Of we denken van, ja Heer, u heeft toch dat plan met mijn leven. U wilt toch dat met me gaan doen. U wilt toch dat ik daar ga wonen. Of u wilt dat ik dat werk ga doen. En dat God zegt van, nee, ik heb een ander plan. Ik heb een ander plan voor jou. Ik heb een ander plan voor jouw leven. En dat God jou langzamerhand aantal deuren aan het sluiten is. En dat hij jou brengt naar de plek waar hij jou wilt hebben. En dat is heel vaak zoals God werkt. Dat hij langzaam deuren gaat openen om jou op een bepaalde plek te krijgen. Misschien zoals dat sommigen van ons hier vandaag zijn gekomen. Omdat we dachten van al die andere deuren heb ik geprobeerd. Maar die hebben niet gewerkt. Ik heb God nodig. Of dat je dacht van ik loop tegen een aantal muren op die maar niet vallen. Of waar ik maar tegenaan blijf lopen voor mezelf. Dat je denkt van ik heb God nodig. Of ik heb een wonder van God nodig. En weet je, ik vind het zo'n mooi nummer wat we aan het begin van de dienst zongen. Van Heer, make me an offering. Maak van mij eigenlijk een offer. Gebruik mij Heer, zeggen we daar eigenlijk tegen mij. Gebruik mij als een vessel
Gebruik mij als een vat waar u doorheen werkt. En dat is denk ik wat de verhalen van Matt en Shifani ook met elkaar te maken hebben. Is dat wij vaak kunnen denken, Heer, u gaat dat met mijn leven doen. En zeker als we kinderen zijn, dan hebben we allemaal, ik wil graag brandweer, politieman, dokter, arts. Ik wil dat allemaal worden. We hebben een eigen plan. En soms houden we dat plan heel lang vast. En uiteindelijk zegt God, nee. Want ik heb een mooier plan. Ik heb het beste plan. En heel vaak, en ik spreek hier ook tegen mezelf, hebben wij een bepaald beeld van, Heer, wilt u nu dit doen? Wilt u dit wonder voor mij doen? Wilt u mij dat geven? En dat is ons verlangen. Dat is onze, zijn onze gedachten, dat zijn onze dromen. Maar dat God zegt, ik weet het wonder dat je echt nodig hebt. En wij kunnen heel vaak vast blijven zitten in die tunnelvisie. Ik heb dat nodig, ik heb dit nodig. Maar dat God weet, nee, dat is allemaal heel leuk en aardig voor korte termijn. Maar voor de rest van je leven, voor lange termijn, is dat waar jij hoort te zijn. Dat is de plek waar ik je wil hebben, zodat jij een zegen kan zijn voor andere mensen. En het verbaast me niks dat Shifani, wat was ook alweer de eerste opleiding die je wilde doen? Laborant. Nou, geweldig. Weet je, maar laborant is een heel tof ding om te doen. Maar volgens mij kost het ook heel veel tijd om soms dingen uiteindelijk te gaan bereiken. Maar ik kan me voorstellen dat ze nu zo'n grote zegen is voor heel veel mensen. Misschien oudere mensen. Misschien mensen die zorg nodig hebben. Mensen die gebroken zijn en iets van hoop nodig hebben. En hoe tof is het dat zij nu die hoop kan brengen in de levens van die mensen. Ik denk dat God dat uitgestippeld heeft. Shifani dacht van, dat gaat het worden. Ik word laborant, fantastisch. Zo'n mooie lange witte jas aan. Net doen alsof ik iets moois ga uitvinden. Had je vast gedaan. Maar uiteindelijk zegt God, hey, volgens mij, als ik jou daar plaats, ga jij zoveel meer zegen zijn voor andere mensen. En heel vaak werkt God het zo uit. Weet je wat? Oké, even heel persoonlijk. Weet je wat mijn plan voor mijn leven was? Voordat ik christen werd. Voordat ik voor Jezus koos. Ik dacht, ik ga heel hard schaatsen. Heel vaak trainen. En de top van de wereld bereiken met schaatsen. Dat dacht ik echt. Tot mijn 17e en een half dacht ik van, dat wordt mijn leven. Nou, dat was een hele mooie illusie. Toen ik naar de kerk, ik was mooi op weg. Dat was een hele mooie illusie totdat ik in de kerk kwam. Ik dacht dat mijn roeping was om te gaan schaatsen en om mooie dingen te gaan doen voor God. En op een gegeven moment dacht ik dat ook echt van, nou, dat schaatsen, dat is wat ik vanaf de jongs af aan heb gedaan. Dat is wat ik goed kan. Dat is wat best wel aardig uitpakt tot nu toe. Dat is waar God me wil gebruiken. Misschien wel om zijn woord te delen. Misschien wel om daar mensen te bemoedigen. Maar God zei, nee, dat is een heel mooi plan voor jouw leven, maar dat was mijn tunnelvisie. En ik denk dat we allemaal wel eens zo'n tunnelvisie kunnen hebben. Dat we denken, ja, dat is het. En dat we tegen onze familie en onze vrienden zeggen, ja, maar dat is het waar God het me gaat gebruiken. Maar dat God eigenlijk zegt van, nee, dat is waar ik je ga gebruiken. Omdat dat is waar je zoveel grotere zegen kan zijn voor andere mensen. En weet je wat erbij komt kijken? Dat het soms even pijn kan doen. Want wij hebben al die 20, 30 jaar gedacht dat dat onze eindbestemming zal zijn. Maar God zegt, nee Ruben, jij gaat niet schaatsen. Jij gaat mensen helpen die gebroken zijn, die pijn hebben, die verdriet hebben. En dat doet soms pijn. En dat doet soms pijn. Maar uiteindelijk is dat de grootste zegen die je kan hebben. En mijn vraag vandaag aan jou is, wat is jouw verlangen voor je leven? Wat is jouw diepste verlangen in je hart? Maar als je het tegenover Gods woord legt, is dat echt hetgene waar jou het grootste kan gebruiken? Is dat echt hetgene waar jij mensen kan helpen om in vrijheid te wandelen? Is dat echt hetgene waar jij kan mensen helpen om met Jezus te wandelen? Is dat echt hetgene wat jij tot het einde van je leven gaat doen, nou ja, tot je met pensioen mag, ik weet niet hoe oud het gaat zijn, maar dat je kan doen waar God je voor heeft geroepen. Ik zei het toch, het is niet altijd een fijne dienst. Het is niet altijd een fijne dienst, soms doet het even pijn, maar uiteindelijk zijn het de vragen die er te doen. Hebben wij onze tunnelvisie of geven we God de ruimte om deuren te openen, om deuren te sluiten, zodat Hij ons kan gebruiken met het plan dat Hij voor ons heeft. En dat is ook mijn vraag van jou vandaag. Laat jij op dit moment gebruiken met een plan dat God voor jouw leven heeft? Of heb je heel stiekem, als je naar je eigen leven kijkt, toch een beetje die tunnelvisie gehad van nee, dat gaat het worden. Check in je hart bij jezelf. Hey, geef ik God echt alle ruimte om uit te werken wat Hij voor mij bedacht heeft? Hij heeft een plan voor jouw leven geschreven. Hij heeft een boek in de hemel. Je kan denken van, die jongen sport niet, maar het is echt waar. Ga maar je Bijbel onderzoeken. God heeft boeken voor jou geschreven waar jouw plan voor je leven staat, al voordat de wereld er was, al voordat jij gemaakt was. En dat plan staat vast. Dat plan staat vast.
En wij kunnen God zoeken, we kunnen bidden, we kunnen God vragen om zo dicht mogelijk bij dat plan te bereiken. En om te zeggen, als de vijand komt inbreken, wat Matt heel goed zei, is dat de vijand soms komt inbreken met leugens en met gemene dingen en met twijfelen aan Gods woord, omdat we twijfelen aan Gods trouw en Gods liefde voor ons, maar dat die talenten die kunnen niet afgenomen worden. God wil jou gebruiken daarin. En Gods koninkrijk is supergroot. En net zoals dat die fiets uit elkaar lag, die mat ligt, zien we hebben er allemaal een plan in. Tot die fiets, die kerk helemaal compleet is en we allemaal een rol daarin hebben. Dat is hoe goed God is. Dat is hoe groot God is. En dat is het plan dat er voor jou in mijn leven heeft. Dat we met Hem mogen wandelen, in relatie met Hem mogen wandelen. Dat we in relatie met Hem mogen wandelen. En dat we stap voor stap zeggen, Heer, gebruik mij als een levend offer. Als een levend offer. Als iemand die uw vat is. Het vat waar u doorheen kan werken. Om de liefde van u naar de wereld te brengen. Dat is hoe God groot is. En dat is zijn plan voor zijn kerk. Dat is het plan voor zijn koninkrijk. Dat we allemaal mannen en vrouwen van God mogen worden. Die zijn liefde uitdelen aan de wereld. En dat we dan ons plan mogen loslaten. En zijn plan mogen volgen. En misschien ben je vandaag gekomen. En vraag je jezelf af. Van hey. Volgens mij gaat dit vandaag over mij. Volgens mij gaat het over mij. Ik heb het op mijn eigen manier geprobeerd. Ik heb het zonder God geprobeerd. Of ik heb geprobeerd mijn eigen visie voor mijn leven te volgen. Ik wilde altijd die best betaalde baan. En ik heb hem gekregen. Maar ben ik echt gelukkig of is het echt Gods plan? En dit is geen veroordeling aan niemand. Want sommige mensen roept God nog veel geld te verdienen. En dat hebben we ook nodig in Gods koninkrijk. Dit is naar niemand een veroordeling. Maar check alsjeblieft wel zelf in je hart. Is dit Gods plan voor mijn leven? En misschien ben je vandaag uitgenodigd door je buurman, door je vriendin. Of dacht je, ik ga vandaag weer naar de kerk toe. En ik wil je vragen om in je hart te kijken. Heb je op dit moment een levende relatie met God? Want dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen hebben. Dat is hetgene waar we op leven, waar we met leven. Jezus, Hij is de Zoon van God. Hij is naar de aarde gekomen om vrede te brengen tussen God en de mens. En ik wil je vragen, geloof je dat echt? Geloof je echt dat Jezus alles heeft volbracht? Geloof je echt dat Jezus alles voor jou heeft gedaan? En dat Hij toen Hij aan het kruis stierf aan jou, dat voor jou deed, voor jou persoonlijk. Zoveel houdt Hij van jou. Zoveel geeft Hij om jou. Niemand geeft zijn zoon als je niet van diegene zou houden, als je niet van die mensen zou houden. Niemand zou dat doen. Niemand zou überhaupt zo snel zijn zoon geven. Maar God wist, dit moet gebeuren om vrede te maken tussen God, tussen de mensen. En om genade over de aarde uit te storten. Zijn liefde over de aarde uit te storten. En misschien ben je vandaag gekomen en denk je van, hey, dit is vandaag mijn dienst. Dit is mijn moment. Dit is mijn moment om voor Hem te kiezen. Dit is mijn moment om ja te zeggen tegen God. En ik weet gewoon, diep van binnen, dat ik tegen een aantal mensen praat vandaag. Want er is een leegte van binnen. Je denkt, ik volg nog steeds die tunnelvisie, maar je wil graag in dat plan wandelen dat God voor je heeft. En dan is dit gebed voor jou wat we zo gaan bidden. Geef God de ruimte om in je leven te komen. Geef God de ruimte en de kans om zich aan jou te laten zien.